Stijn Konings is voor mij altijd een vaste waarde geweest. Ik heb hem altijd gekend vanaf dat ik geïnteresseerd was in film en theater, wanneer dat hij is beginnen spelen. Wist ik wie dat hij was. Dans heb ik echt ontzettend veel keren gezien met mijn moeder. En daarin zit zijn stijl al, die ik nu terugzie. Het is de eerste keer dat ik met Stijn werk. Maar ik voel wel de stijl van die verhalen bijvoorbeeld over mensen centraal zetten en klassenverschillen uitzoeken en hoe zit dat maatschappelijk in elkaar. Ik weet niet hoe dat bij de jeugd zit. Ik hoop dat ze hem allemaal kennen. Ze zouden het moeten. Allee, ik kan niet zeggen dat iemand dat moet. Maar allee, voor mij is altijd Stijn een vaste waarde geweest waarvan dat je weet van als hij een film maakt, is het de moeite om te checken. Sowieso. Ja, dat is echt heel fijn. Dat is echt een rustpunt. Op zo'n set is altijd heel hectisch, maar Stijn is echt zo het rustpunt. En dan ja, zo heel rustig, alles onder controle. En dan soms komt hem iets zeggen en dat is dan supergoed en daar kun je dan heel veel mee. En dat is eigenlijk fantastisch. Ja, hoe hij zo een soort van focus en concentratie bij zijn acteurs teweeg brengt, dat is echt heel goed. Echt heel fijn om mee te werken. Je voelt dat al die jaren ervaring. Ja, je voelt dat meteen. Dat is echt een luxe. Je moet zoeken wat de verhouding is tussen een regisseur en een acteur. Hè. Je moet samen dat verhaal vertellen, je moet samen die boog kunnen trekken. En ik zou het zonder Stijn ook echt niet kunnen. Als een acteur zit je maar het moment en je probeert die scène zo goed mogelijk te pakken. Of dat je denkt van oké, daar moet die scène naartoe. Maar die boog, ja, ik kan dat niet. Daarvoor ben ik een beetje te chaotisch. Dus, en daar is goed dat er dan zo'n ongelooflijke mens als Stijn Konings langs me staat. Die zegt oké, Matthé, we zitten nu hier. En die altijd dat verhaal kan schetsen en zeggen... Weet dat je vandaar komt en daar naartoe gaat, dus weet wat hier belangrijk in is. Dus het is ongelooflijk om met Stijn te werken. En hij, ik denk dat hij mij goed aanvoelt, want hij komt op de juiste momenten de juiste dingen zeggen. Ja, en dat is wat je nodig hebt. Die is heel rustig. Die zegt heel duidelijk wat hij wilt. En als acteur heb je dan zoiets van, oh ja, ik moet niet te veel doen. Hij heeft het gezegd, dus gewoon dat. En dan kun je erop vertrouwen dat het oké is, dat je niet moet gaan stressen van shit, ik doe iets verkeerd of het zit niet. Of... Ja, je kunt er gewoon helemaal op vertrouwen. En tussen de rest met de cast, ja, superleuke cast, heel leuke sfeer, dus het is super plezant werken. Zo mag het meer zijn, vind ik.